Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I... Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Mijn stem doet echt heel erg veel pijn, maar het is vandaag dinsdag. En als je heel erg veel zin hebt in deze Vlogmasdag, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze Vlogmas. Zoals jullie kunnen horen, heb ik me wel beter gevoeld. Maar ik ga zo meteen naar school van 10 tot 5:30. En om 6 uur moet ik werken. Dus het is echt een hele lange dag. En ik heb er echt geen zin in. Even kijken. Waar is dat hartje gebleven? Ik ga nu eventjes wat oorbellen in doen. En dan... Ik ben zo'n hartje kwijt die om zo'n oorbel heen moet. Ik ga nu eventjes mijn oorbellen in doen. En dan richting school alweer. Even kijken welke oorbellen ik in kan doen. Ik doe wel even deze ringetjes in. Dat ik in ieder geval iets in heb. Ik moet nog heel even iets aan mijn haar doen. Want het is echt helemaal ontploft. En ik moet nog beneden eten. Eten maken. En ja, dat dus. Dus ik ga nu snel hem even klaarmaken. En dan onderweg naar school. Ja, het komt omdat ik tegen het licht in zit. Oké, ik ben al een tijdje op school. En we hebben net 3 uur lang vaardigheidstraining gehad. En we hebben net pauze gehad, 1 uur. En ik heb een broodje kroket op. En hierna hebben we dat traject punt. Wacht, ik ga even op die stoel zitten. Dat is beter. Ja, anders zie je het tegenlicht, weet je. Bent gaat zich gelijk helemaal mooi maken. Heb je zin in de vaardigheidstraining? Eigenlijk best wel. Echt? Ja, ik wil weten wat we gaan doen. Ja, dat wil ik wel, maar ik heb er geen zin in. En ik moet om 6 uur werken. Ja, het duurt zo. Maar ik ga gewoon deze vlog, ik had nog een extra video opgenomen. Die ga ik er gewoon tussen doen. Anders weet ik echt niet wat ik moet doen. Zo man. Sad. Oké, dit staat dus niet. Wat voor dingen mag ik kijken? Ik heb denk ik ongeveer hetzelfde. Kijk, hé, hoe kom je aan al die dingen? Ja, ik heb gewoon een andere zoek. Mag ik kijken? Mag ik kijken naar dit? Wat is dit? Bullet Journal. Bullet Journal. Ik kreeg nu al berichten van, wil je Bullet Journal video's maken? Toen dacht ik, no. Mag ik eens kijken dan? Hoe die eruit ziet. Ja, wacht, ik zet hem even uit. Oké, we hebben nu een kunsttraject en we moeten dus een, hoe heet het ook weer? Een ruimte? Installatie. Oh ja, een installatieruimte maken en dan mag je zelf een soort thema kiezen. En wij hebben dus een soort spookhuis dat we gaan maken. Ik zal het even laten zien. Ja, voorbereiding is ook wel. Ja, is leuk. Oké, maar we maken dus een soort van error spookhuis iets. En wat we dus hebben, is dat we nu, kan je hier dus naar binnen lopen en dan loop je tegen allemaal wol aan, zo. En Floor is even een leuke quote aan het opschrijven. En dan gaan we hier zo iemand achter doen. En dan heb je dus een route waar je doorheen moet lopen. En dan kan je hierheen. Goed jaar. Eenmaal, goed jaar man. Ja. Ja, loop maar door. Goed jaar. Oh, daar. Dan. Ja. Zo. Oh. Nou, maakt eigenlijk niet uit. Oké, het is inmiddels al 9 uur geweest en ik ben de hele dag naar school geweest en ik heb de hele tijd gewerkt. En ik ben echt zo kapot. Het is echt niet te doen. Ik kan het echt niet aan. Ik heb ook eigenlijk geen idee hoe lang de video is geworden en of ik er iets van kan maken, want anders heb ik nog wel een soort van reserve video. En wat wilde ik gaan doen? Ik heb morgen maar heel kort les. En misschien wordt morgen de laatste Vlogmasdag video dat ik ga vloggen. Want ik merk gewoon dat ik echt geen leuke dingen doe. Dus het is gewoon niet leuk om te kijken. Wat wil ik nog meer vertellen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik moet... ja, ik heb morgen van volgens mij van 8:30 tot 10:00 les. Dus dat valt echt heel erg mee. Dus even een beetje... hoe heet dit... Ik kom gewoon niet op de naam van dit. Maar ik ga nu even mijn camera opladen. Want ik zie nu helemaal leeg is. Oké, ik heb mijn camera even in de oplader gedaan. Dus hij is nu helemaal weer klaar om te gebruiken.
Ik ben echt zo moe en ik weet echt niet waar het aan ligt. Dus ik ga heel vroeg slapen. Alleen ik heb dus een beetje een dilemma, want ik heb morgen dus eigenlijk maar 1 uur les. En ik twijfel of ik daar naartoe moet gaan. Want ik moet daarna heel veel gaan leren. Dus ik moet echt eventjes gaan kijken. Maar ik ga in ieder geval nu make-up eraf halen en lekker in bed liggen. Want ik ben echt heel, heel, heel erg moe. Oké, het is vandaag woensdag, de volgende dag. En ik heb er even over nagedacht. En ik ga helaas stoppen met mijn vlogmas video's. Ik vind het echt heel erg jammer, maar het gaat me gewoon echt niet lukken. En ik merk gewoon dat de video's echt heel erg saai zijn. Dus dan kan ik veel beter gewoon week vloggen. Want dat is gewoon echt heel erg leuk. Want dan zie je gewoon alle leuke momenten. En ja, voor de rest dan gewoon andere video's maken. Want ik heb nu 11 vlogmas dagvideo's online gezet. En bijvoorbeeld wat ik gisteren had. Ik moest gisteren dus weet je wel tot 6 uur naar school. En daarna ook nog van 6 tot 8 werken. En ik heb gewoon dan geen tijd om ook nog na school dingen te filmen. Omdat ik natuurlijk ook nog heel erg veel moet leren. Ja. Ik vind het wel een beetje jammer en zonde. En ik dacht ik ga dit jaar echt volhouden. Alleen ik merk gewoon dat ik dan niet toekom aan mijn schoolwerk. En ik heb het wel best wel druk. En ik moet natuurlijk ook gewoon, ja, ik kan niet de hele dag alleen maar leuke dingen doen om die te filmen. Dus dat is heel erg jammer. Ik heb wel denk ik vandaag nog een heel leuk pakketje van Chiquelle gekregen. Dus ik twijfel of ik die vandaag ga openmaken nog even in de vlog. Of dat ik dat morgen doe. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie de vlogmas video's wel heel erg leuk vonden. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je alsnog even een duimpje omhoog doet op deze video. En abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei!